De Nationale Assemblée heeft gisteren met algemene 29 stemmen ervoor gezorgd dat ongeveer 50 ministers uit de periode van de staatsgreep in aanmerking komen voor een pensioen. Op voorstel van de assembleeleden Jennifer Geerling-Simons en Amzat Abdul is uit de wet financiële voorzieningen voor ministers en onderministers de zin waarbij deze functionarissen uitgesloten waren geschrapt. De fracties van de NPS en VHP die tegen het toekennen van deze voorziening zijn, waren tijdens de stemming van de wet niet in de zaal. In totaal zal de regering een bedrag van 2,4 miljoen Surinaamse dollars op jaarbasis vrijmaken voor deze 50 ministers. We hebben de argumenten gehoord over er was een coup en de mensen hadden niet deelgenomen of waren niet benoemd op basis van vrije en geheime verkiezingen. Dat klopt. Maar ze waren wel legaal en legitiem. En ik zal ook zeggen waarom. In die periode, de eerste periode na 25 februari 1980, heeft het parlement van Suriname, er was een parlement, en het parlement van Suriname heeft de toenmalige regering gelegaliseerd, niet alleen, maar ze ook het recht gegeven, dat wetgevend werk wat we hier doen, om dat over te nemen voor een belangrijk deel. Het betekent dat het parlement van Suriname, het gekozen parlement van Suriname in die periode, de toenmalige regering na de staatsgreep heeft gelegaliseerd. En daarmee, daaraan zijn rechtsgevolgen verbonden. Wat voor emotie we daarvoor ook willen hebben, er zijn rechtsgevolgen daaraan verbonden. Het parlement heeft daarmee de regering van Suriname van toen tot de regering van Suriname gemaakt. Dat was DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons die beargumenteerde waarom deze 50 RIFO-ministers wel recht hebben op een pensioen. Ook de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Rocher Hopkinson, vindt dat deze ministers onrecht is aangedaan. Ik sta erbij stil dat dit een politiek huis is met haar eigen cultuur, karakteristieken en intriges. Een politiek huis, maar ik zal nalaten de behandeling een politieke koers te laten opvaren, omdat ik geloof, en noem me naïef, maar ik geloof, dat aan weerszijden van de zaal er op zijn minst een kiem is te vinden dat deze wetswijziging van 94 werkelijk een onrechtvaardige is geweest. En ik denk derhalve dat een nuchtere en menselijke behandeling van de wet op zijn plaats is. Mevrouw de voorzitter, nog een frappante zaak die ik aan de orde wil stellen. Deze is dat de vele wetsproducten, ik noem u de L-decreten, ik noem u het decreet C11, waarbij de handelingsonbevoegdheid van de gehuwde vrouw werd opgeheven, als ook andere bestuurlijke besluiten bij de herdemocratisering gehandhaafd zijn geworden. Dit geeft blijk van het goede werk dat is verzet door Surinamers die gedurende die periode het land hebben gediend. Dat was NDP-parlementariër Rocher Hopkinson gisteren in de Nationale Assemblée. De regering maakt op jaarbasis 2,4 miljoen SAD vrij voor een maandelijkse pensioenuitkering voor de RIFO-ministers.